Burgemeester Wallagen opende vanmorgen het herbouwde Gomaris College aan het Vondelpad. Wij vonden dat het onderwijs eraan toe was om te gaan veranderen. Wat wij graag wilden is dat we de theorie en de praktijk bij elkaar zouden brengen. En wat wij ook belangrijk vinden is dat je beter kunt zien wat er nou eigenlijk achter die gesloten muren in het gebouw gebeurt. Met de heropening wordt een ingrijpende verbouwing afgesloten. Het gebouw moest lichter en transparanter worden. Praktijklokalen en theorielokalen moesten beter op elkaar aansluiten. Wij zijn daar zeer tevreden over. Zoals je zelf ook kunt constateren, kun je nu daadwerkelijk door de muren heen kijken. Er zijn ook heel veel muren zijn er ook verdwenen. En het is ons opgelukt om de praktijk en de theorie daadwerkelijk bij elkaar te brengen. Wat dus echt het grote voordeel heeft dat het ook meer met elkaar verbonden kan worden. De school denkt klaar te zijn voor de toekomst. Met onze VMBO-leerling gaat het goed. Het zijn leerlingen in de bovenbouw hier van 14, 15, 16 jaar. En het zijn natuurlijk zijn het volop pubers. En tegelijkertijd zijn het ook jongeren die op zoek zijn naar een stuk volwassen worden. En ja, dat is de taak aan de school om daarin bezig te zijn. De derde en vierdejaarsleerlingen kunnen kiezen uit de diverse zorgvakken. En wat is het eigenlijk? Dit is dagcreme. Dat is goed voor je huid. Oké. Okay. Wordt die lekker zacht. De meeste jongens kiezen voor de technische vakken. We zijn profielen aan het stellen. Profielen aan het stellen. Ja. Dat is zodat je recht kunt metselen. En dit profiel moet voorstellen dat hij een schoorsteen komt. Dus dan krijg je een rechte schoorsteen. De leerlingen zijn blij met het resultaat. Ik vind het stukken beter geworden. Ik vind het nu heel mooi geworden. De aula is nu ook vet groot. Dat is wel mooi. Het is heel mooi geworden. Dankjewel. Wat vind jij van het nieuwe gebouw? Ik vind het nieuwe gebouw erg mooi geworden. Ja. Is het beter dan wat het was? Ja, zeker. Het is veel mooier geworden en meer luxe. En dat is wel heel handig. Ah, hartstikke mooi. Is het beter dan wat het was? Ja, veel beter. Gewoon anders ingedeeld en zo. Dus. Vanavond is er open huis en zijn er demonstraties door leerlingen. Er worden schilderijen geveild. De opbrengst is bestemd voor de bouw van een school in Liberia.